Aan het begin van de middag komt de enorme lading bloemen aan. Ze worden neergelegd bij de Indonesische herdenkingsplaats van oorlogsslachtoffers. En dat allemaal dankzij de bloemencampagne. Het is een actie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amsterdam. En die hebben voor 75 monumenten bedacht dat de mensen in Nederland een bloemetje kunnen bestellen en dat daar neerleggen. Er was zo'n enorme respons op dat ze aan ons gevraagd hebben om het restant van de bloemen die ze niet meer kwijt konden op Loenen te mogen neerleggen. Maandag 4 mei is dodenherdenking. Dan zijn de hekken van het ereveld Loenen dicht vanwege de coronamaatregelen. Maar er zijn mensen die vandaag al een bloemetje neerleggen bij een van de 4000 graven van oorlogsslachtoffers. Dat zijn omstandigheden en men moet toch in de gaten houden hoe het is. Dus daarom zeg ik van ja, dan maar iets eerder. We vragen ook aan mensen om alsjeblieft niet te komen. Het is echt een hele kleine alternatieve herdenking. Er wordt slechts een krans gelegd. U kunt het allemaal volgen op TV Gelderland. Dus ja, kom niet naar Loenen, want het is echt dicht. Het mag niet. Daarom zijn de 10.000 tulpen, geschonken door burgers, een mooi alternatief. De Oorlogsgravenstichting is buitengewoon blij met deze bloemen. En ook heel mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.